Maar ik ervaar er best wel veel stress bij, omdat ik gewoon niet meer weet wat ik met dingen moet. Goedemorgen, het is heel donker. Het licht staat aan, het is buiten ook zo donker dat het donker blijft. En het is weer maandag. Sarah is lekker aan het ontbijt. Buiten, Mila komt elk moment. Ik ga ook even mijn naantje eten. En ik heb stiekem gewoon nog steeds vlaggetjes. Ja, Mila doet elke keer de prullenbak open, Sarah. Ik zal hem zo dicht doen. Ik krijg die slingers. We zijn elke keer zo druk. Dus dan hangt er gewoon nog de rest onderweg. Alleen twee slingers en de boog. Maar ik denk dat ik vandaag dadelijk eerst even met Sarah's kamer ga beginnen, want dat is zo'n chaos. Maar elke keer gaat zij natuurlijk naar bed. Daar kan ik s'avonds sowieso al niks mee doen, dus dat schiet niet op. Dus ik denk dat dat even mijn beginnetje wordt. Ik heb wel een was aangezet, want ook mijn was, dat wil je echt niet zien. Het is echt heel veel licht. Zo'n stapel, maar ik doe ook wel, ze hebben best wel kleertjes gekregen natuurlijk met de verjaardag en nu. En ik was het eigenlijk altijd eerst, want dat vind ik gewoon frisser. Dus dat zit er ook al mee. Wil je iets laten zien? Hij is al open, dit. Ja, van de Barbies, hè? Ja, dit ligt er ook echt onder nog. Het is echt chaos hier. Die zijn cool, hè? Deze. Ja. Bij de Barbie. En die is al open. Hé, hey, maar nu heb je het laten zien. En deze. Mop, kijk maar eens aan. Nu heb je het laten zien. Wil je dan even gaan eten nu? Je moet ze ook je haartjes nog borstelen namelijk. Ja, ik geef hem mijn banaan die ik met één hand half open heb gekregen eten. En als Mila er zo is, gaan we kort daarna naar school. Dit is echt een deel van de ravage nu op Sarah's kamer. Ja, ik kan hier echt niet tegen. Ik word altijd helemaal prikkelbaar van al die rommel. Mila is zus, Sarah is zo goed als klaar met eten en we hebben heel even over. Dus ik dacht, laat ik maar vast wat gaan pakken. Wat van de speelgoed naar beneden moet. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Ik vind altijd als je die verloren paar minuutjes gebruikt, dat je al met al best wel veel nog kan doen daarin. Dat elke keer kleine beetjes zijn, maar ja, het is wel gedaan dan. Dus oh, echt, het is zo erg wat er allemaal ligt. Nou, ze hebben het naar hun zin gehad ermee. Laten we het daar maar ophouden. Oh, kijk nou, dit is zo leuk. Mila is Sarah's haar aan het doen. Terwijl Sarah nog snel aan het eten is. En Sarah, ik vind je heel lief, maar door eten is zo niet jouw ding. Nou, ik ga beginnen aan de chaos in Sarah's kamer. Oh, ik ben weer heel erg scherp, zie ik. Het is echt zo'n troep. Ik heb vanochtend wel al wat dingetjes gepakt. Tussendoor, dus dat scheelt. Maar het is echt erg. Ik denk dat ik even ga beginnen met de bed verschonen. Was ik vanochtend al een heel klein stukje aan begonnen. Dan alle knuffels er goed op. Dan is dat al van de vloer af. En dan, ik heb mijn boodschappentas mee naar boven genomen. Alles wat ik tegenkom dat naar beneden moet, kan dan daarvoor nu in. Echt letterlijk elke kast, la, alles is overhoop. Echt alles. Dus ik kan het er nu ook wel zelf laten doen, maar dat gaat het er niet worden. Want dan gaat het nog niet passen en goed zijn. Dus ik ga het echt even moeten doen.
verzuimingskamer gedaan. Nu snel mijn spullen pakken, de deur uit en naar de overblijf. En dan zo deel 2 van Sarah de kamer. Ik hoefde naar school niet zelf op te halen. Mijn moeder haalt erop. Ik heb namelijk iets later 10 minuten gesprek. Dus dan ga ik gewoon iets later de deur uit. En daarna ga ik ook even naar mijn moeder. En dan doen we daar even een bakkie. En Sarah wilde met de popcornmachine met de oma. En daarna gaan we wel weer naar huis. Dus ik heb na de overblijf dan net even... Ja, wat is het? 20 minuutjes langer dan normaal. Dus ik hoop dat ik dan gewoon de kamer in ieder geval afkrijg vandaag. En ik ga het gewoon echt even per ruimte doen. Dan hangen die vlaggetjes maar wat langer hoor, echt. Ik ga me er gewoon niet druk om maken. Ik heb hier ook op het dressoir echt nog allemaal speelgoed staan. Ik weet gewoon niet waar ik het moet zetten. De kasten zijn gewoon vol. De kist gaat weer niet meer dicht. Ik weet het gewoon niet meer. Nou, weer thuis. Dus ik ga weer verder met mijn project. Sarah's kamer netjes krijgen, echt. Wat een drama. En het ergste is nog, beneden staat dus al speelgoed. Dat heb ik laten zien. Wat ook dadelijk nog hier een plek moet krijgen, in ieder geval gedeeltelijk. Waarvan ik echt ook nog niet weet hoe ik dat moet gaan doen. Ik ben gewoon helemaal kapot, maar... Sarah's kamer. Is weer helemaal netjes. Echt trots op mezelf. Ik heb er gewoon bijna de hele dag over gedaan. Want ik kan eigenlijk over een paar minuten naar school gaan. En dan ga ik al later naar school, omdat ik dat 10 minuten gesprek heb met mijn moeder erop had. Wat ik verteld had. Maar echt, en nu kan ik dus kijken wat er van beneden de cadeautjes eventueel wel op de kamer kan. Ja, het ligt vol. Erg eigenlijk, dat zij is heel blij met de cadeautjes, maar ik ervaar er best wel veel stress bij. Omdat ik gewoon niet meer weet wat ik met dingen moet. Het is gewoon te veel. Ze krijgen echt te veel tegenwoordig. Sommige mensen komen gewoon met 10 losse cadeautjes of 20 losse cadeautjes per persoon. Denk ik, hoe dan? Zoveel, ik kreeg ook echt veel cadeautjes in mijn tijd voor mijn verjaardag, maar... En het klinkt zo ondankbaar en het is het niet, maar het is... Weet je, tuurlijk, ik ben heel dankbaar voor alles wat ze krijgt. En je krijgt dat maar van iemand, echt absoluut. Maar het gaat zo'n grens voorbij, zeg maar. Zij ook, ze weet af en toe van gekheid niet meer waar ze mee moet spelen. En dan pakt ze altijd dezelfde dingen. En het wordt gewoon te veel en je kasten gaan niet meer dicht. En als je het dan gaat uitzoeken is ze heel verdrietig dat dingen weggaan terwijl ze er eigenlijk nooit meer speelt. Maar ja, dan ziet ze dat het weggaat en dan, ja... Ik moest het even kwijt. Even een beetje even zeuren, maar goed. Ik ga even een glas water drinken en dan de deur uit. 10 minuten gesprek, ja, was niks nieuws eigenlijk. Gaat allemaal op dezelfde lijn door als dat ik al wist. Dus het was voornamelijk een gesprek van herkenbaarheid aan twee kanten. En op welke de weg het door moet. En dat is dezelfde weg. Dus wel fijn om het gewoon allemaal weer te horen dat die lijn door moet lopen. Dus informatief niet wat dat betreft voor mij overbodig geweest, maar wel heel fijn om het gewoon weer even samen te bespreken. En dat je gewoon weet dat je wat dat betreft op de goede weg bent. Dus nu naar mijn moeder. Zij reist daar natuurlijk al en dan gaan we even de popcornmachine zien en heel even zitten. En dan naar huis ga ik nog even verder met opruimen. Zij de kamer is natuurlijk klaar, dus dan kan ik daar ook even met haar even kijken welke cadeautjes naar de kamer gaan. Kan ze ook zelf daarin even kijken. Ik ben heel gesloopt ervan, echt. Nou, weer thuis en gelijk koken. En ik moet nog steeds af en toe even vinden hoe ik die kamer op sommige plekken kwijt kan. Want dit gaat redelijk. En toen dacht ik me, laat ik gewoon eens mijn ui en dan, omdat ik die toch al heb, ook de paprika's. Gewoon met de staafmixje in het bakje doen. Want echt, ik heb het vorige keer natuurlijk laten zien. Het echt, ik jank me de stof uit mijn lijf. En dan ben ik echt zo zat. Hi Moppie, hoe vond je je kamer? Mooi. Ja, is het netjes? Ik ben de paramoer. Ben je de paramoer? Kijk maar. Hey, Mop, ga jij je kamer zo netjes houden? Ja, ik ben de paramoer. Ik ben het mesje van de blender. Van de... Ik ben de boer. Moet ook nog steeds een nieuwe blender. Want die is toen kapot gegaan met de smoothie challenge, weet je nog? Toen heb ik het met de blenders dan doen. Of met de staafmixer. Eigenlijk hebben we nog steeds nooit een nieuwe gehaald. Beetje dom eigenlijk. Er is er gewoon nooit van gekomen. En die challenge hebben we denk ik al een jaar geleden. Die was wel leuk, hè? Weet je dat nog? Wat is
Doei. Die smoothie challenge. Dat was dat we om en om een briefje uit de schaal haalden. En dan moest je dat in je glas doen. En dan werd het een soort hele vieze cocktail. Ja. En die van mij was vies. Die was echt oprecht heel vies. Maar die van jou was zo vies. Dat jij daarna, na het drinken van de jouwe, de mijne gewoon bijna lekker vond. Zo vies was die van jou. Dus ik snapte wel dat het echt, die van mij echt... Ja, die van jou was nog veel erger. Dat was echt helemaal... dat was niet te doen, joh. Eigenlijk had ik yoghurt erin, toch? Ik weet niet, ja, je had zoveel verschrikkelijk rare dingen erin. Dat, ik vond echt knap dat je er een slok van weg kreeg. Echt. Ik had toen echt, normaal wil je nooit proeven, maar toen had ik echt respect voor jou dat je dat gewoon aan het proeven was. Ik vond het zo knap. Echt. Ga de staaf mee. Ga eens kijken of dit beter werkt. Hoop van zegen. Waarom ga je dat doen met de paprika? Nou, die heb ik er gewoon, als ik deze toch pak, ga ik het de paprika's doen. Maar mama moet toch wat zo huilen met de ui. Ik denk, laat ik het gewoon eens zo proberen. Kijk. Kijk, da-da-da-da-da. Hé. Hey. Geniaal. Dit wordt voor het aan mijn tafel om uit te snijden. En we gaan nog even een cadeautje met zijn samen uitpakken. Het is wel leuk, dus een pakketje erin opmaken. Nee. Ik hou hem alleen vast. Nee. Ik hou hem alleen vast. Ik zie helemaal niks. Er zit één dingetje bij, had ze op de lijstje. En verder allemaal potloodjes en zo. Maar, ja, die doen ze, het zijn gummetjes. Die zet ik zo wel leuk op je bureautje. Jij gaat zo je bedje in. Maar, bedje laat in. Maar zien. Ja, slapen. Laat maar zien wat dat is. Een mapje. Ja, en waar had je dat mapje voor gevraagd? Wat wilde je zo graag? Om je verjaardagsuitnodiging allemaal te bewaren. Wil je ze laten zien? Wacht even, doe ik het even voorzichtig. Laat deze zien, dat is van je eerste verjaardag. Dit is mijn eerste verjaardag. Kijk, en dan dacht ik, dan krijg ik deze zo. En dan mag ik die dan. Dan doen we de tekst zo er naast, hè. Dat is wel heel leuk. En kan jij de foto laten zien van je tweede verjaardag? Dit is de tweede verjaardag. Dat is wel leuk. En die doe ik dan dit. Naast, want we hebben alles nog wel dubbel. En je had een mapje dat je het gewoon mooi wilde bewaren voor jezelf, hè? Dat vond ik een heel leuk idee. Hé, waarom doe je dat nou? Nou, kijk voor. Ja, ik laat het je zo zien. Laat maar zien. Dit is je derde verjaardag. Ah. Laat maar zien. Dit is mijn derde verjaardag. Daarom zie je daar de drie. Ja, dan noemt die erin. Dit zijn je ochtends. Dan de vierde verjaardag. Dat was een wat gekkere uitnodiging, hè? Die is wel heel cool, want wat was dat voor thema van jouw feestje? Dit was Katy Perry. Zo, dat is een knal buiten. Ja, dat was echt vuurwerk. Nou, ik hoop het wel, ja. Dat geen ongeluk is geworden. Ja, jij schrok ook. Ja, ik schrok echt. Ja, het was echt heel hard. Dit is je vijfde verjaardag. Dit is mijn vijfde verjaardag. Dat was vorig jaar. Dat was vorig jaar, juist. Kijk, nu de inkomen. En dit is van dit jaar. Laat het maar zien. Laat maar zien. En dit is van mijn laatste verjaardag. Dat is 6. Ja, en kijk wat we nou gedaan hebben. Zal ik het jou tegelijk laten zien met de vlog? Is dat leuk? Ja. Kijk, want dat was het idee. Dan doe je hem open. En dan hebben we hier de binnen. Of de voorkant en de achterkant. En als we omslaan, de voor- en de achterkant. Je staat een beetje voor de camera, man. Zo, ja. De voor- en de achterkant. De voor- en de achterkant. De voor- en de achterkant. En de voor- en de achterkant, hè. Zo kon jij al je verjaardagsuitnodigingen zo leuk bewaren. Dat was het idee, hè. Ja. Kijk, en je kan nog wel een paar jaartjes verder. Het was Sarah de idee toen, dat ze heel graag... Moet je niet op me heen fluiten, dan staan ze niet meer. Dat ze het zo graag zo leuk in een mapje wilde om het te bewaren. En die had ze toen op het lijstje gezet en die heb je heel leuk gekregen. Een stickertje af. Een stickertje. Ja, dat, zullen we dat allemaal nog even snel uit plastic in je la doen? Dan is dat ook gelijk opgeruimd. Hier zien jullie mij. I like it.
Ik heb trouwens ook de boog al leeg gehaald. Alleen de boog moet zelf nog, die zit vast aan de kast, dus die moet los. En even denken, dit moet dan nog een plekje. Deze leg ik zo in de schuur, want dat kan wel. En hier ligt, dit is zo leuk. Dit zijn allemaal rubber tegels en Sarah de klimrek. Het is lekker donker met filmen, maar goed. Maar ja, dat moet van de week even in de tuin gedaan worden. Dus dat ja, moet even ergens liggen. Dus ik ben er bijna. Ik ga even snel editen, want ik lig zo achter. Ik lig elke keer dat ik echt de vlog s'avonds upload die 's ochtends online moet. Ja, dat, daar hou ik gewoon niet van. Marco is nu toch even de deur uit. Die komt straks weer terug. Dus even snel een inhaalslag zolang ik nog alleen ben. Nou, de wonderen zijn er weer nog niet uit. Ik heb Marco stiekem op de vlog. Die heeft net het klimrek van Sarah in elkaar gezet. En we zitten gewoon samen te snacken. Ik zit een keer niet alleen op de bank te snacken. Alleen Marco zit helemaal verdiept in de handleiding van het klimrek. Dus het is heel gezellig. Dat is belangrijk voor de veiligheid van je kind, zeg je. En het is ook belangrijk dat je dat nu leest. Ja, klopt. Ik moet morgen wel in plaatsen. Oh, je gaat hem plaatsen morgen? Dat zeg ik, hè? Nee, dat had alleen gezegd. Ik ga hem van de week plaatsen. Ik heb tegen verder gezegd. Ik ga hem morgen voor je leggen. Oké, ja, maar niet tegen mij. Dus dat wist ik toch niet? Ja, ze kan niet wachten. Het is de lievelingscadeau. Nu lekker tijd om te gaan slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!